typemachine of een schreeuwmachine. Ja, hjoed-de-dij kennen we hem net meer verzellen, want het is al je computer en tablets. En dat is, ja, dat is de nieuwe techniek. Maar dit is nou een stukje oude techniek. Dit komt ongeveer uit jongetje 33, 32 wij. Nou, dat doet het wel. We zien wat goed is. Jou ding dit van jouw beroep, typemachines repareren? Ja, toen ik op ambas kwalificeerd, toen zei de leraar, meester Meijer, die zei tegen mij: "Doe bist net geschikt om aanstander als smid te staan of in fabrieken leidingen om te lezen." Hij zei: "Doe maar stip maar doen." En ik ben er gewoon. En nu ben ik aanstander en dan zit ik er nog altijd in. Dus wat dat betreft, het werk die echt mijn hobby. De Quick Brown Fox jumps over the Lazy Dog. Wat betjutte dat ik alweer? Dan heeft alle letters van het alfabet in één zin te staan. En dat wie eigenlijk een testregeltje. Nou, welkom hier in het museum zelf. En wat je ziet, hier staan zowat 250 machines in het zicht. En van alles wat. Een van de oudsten is deze, van 1880. En daar draaien ze mij om dit wieltje. En dan krijg je de goede letter ervoor. En dan kon je hem zo aandrukken. Dus dan hebben we hier nog een Oliver uit 1910. En daar zit een apenstutje op. Hien ze toen al e-mailadressen dan? Nee, toen hien ze nog geen e-mailadressen. Maar het apenstutje is wel heel oud, want dat stamt nog uit de tijd, uit 1400 ongeveer, in Toscana, dat ze het apenstutje echt al broeken. De jonkere oude machines die hier binnen, we hebben echt de moderne machines. En dat is onder meer de Olympia, een kwalitatief heestandje. Ja, die ben heel protte op een kantoren binnen die broekt. En echt de moderne machine, die mat een plakje ha. Want het besteedt net meer, want vorig jaar is in Indië de laatste schreeuwmachinefabriek, die is sluiten. Dus het is einde tijdperk. Er worden geen typemachines meer maken? Er worden geen typemachines meer maken. De typemachine had eigenlijk mij altijd boeit van wat betreft de techniek die erin zit. En waarom hadden ze dat zou maken en wat konden ze vroeger, ondanks dat er weinig kennis weer. Toch iets moois, meisje. En eigenlijk, de principes zijn al hier weer hetzelfde. Want het komt er al hier op del. Je moet ergens op drukken. En dat letterke moet omheen komen. Dat typjermke. En dat moet afdrukken op de rol. En dan op het papier vanzelf. Maar ben je stiekem wat vereerlen op de oude typemachines? Ik ben er helemaal gek mee. België op vakantie was en daar heb ik hele mooie egelskoort van mijn verzameling. Dus. Jo, sammel je stiekelbaren? Ja, ik sammel je stiekelbaren. Als aan het zien hier, denk ik. Machtig. En waarom? Waarom? Ach, mijn man hier iets een kast van mij maken boeten. En er stonden traaien in, dus ik denk, waar traaien staan, daar kan ik mee staan. Dus nu is dat eigenlijk een beetje te horen. Ah, ze had iedere gek zijn gebrek, hè. En ik had dit.
deze, dat is mijn nijste passie. Dat zijn heel ouderwetse stiekelbarkjes. Daar ben ik nou een beetje mee besmet. Daar wil ik nou graag eigenlijk een hele protte van haar. Had het kind. Maar je kunt ook wel even een meisje, hè? Want ik heb boeten ik al een hele bult stiekelbarken. Je bent een hele bulte, je bent de meeste. Je bent wel rond 200 volgens mij. In alle soorten en kleuren en maten en vormen en ja, machtig mooi. Ik vind ze zo mooi omdat ze van die leuke, ja, van die leuke kapjes hebben. En die lietse zwarte drapke-achtige maskers. Ja, ik vind het hard wel weer wat. En dat er zo volle soorten binnen. Nee, ik vind ze gewoon heel lief. Kleer. Nou ja, en hier hebben we een nieuwe kapping. En hier probeer ik dan een echte stiekelbark in te huisvesten. Alleen een vleed dier is net slagen. En nou ik net, dus een paar lieten dat er al zet. Ik weet het net. Is dat nou te bloot bij Siberen stiekelbark? Ja, Siberen stiekelbark. Ja, of het is een beetje te druk, ik weet het niet. Dat zou wel denken, daar ben ook een artikelbaar, ja. En dan zal je concurrentie. Nou, dat denk ik vast. Ik denk dat dat het is. Waar stopt het? Ach, ik weet het niet. Zolang dat er nou weer oren binnen en dat er dan weer... ja, dan ging ik gewoon terug. Ja, hè? Ja, ik ging gewoon terug. Kan mij het schelen.